Wanneer was uw eerste expositie en hoe heette het? Kunt u zich de reacties van het publiek nog herinneren? Well, wat ik me kan herinneren, het was in Amsterdam. En ik heb een, ik was een jaar in Suriname. En ik heb mijn buren geschilderd, ik heb mijn omgeving, twee drijven uitgevoerd. Dus dit waren allemaal boerderijen nog. Er waren geen villa's hier nog. Mm. Alleen maar weilanden, koeien en boeren. En wij woonden daar op de hoek, tegenover de Tamega school. Dus ik heb allemaal buren geschilderd. En die schilderij, die stapel, heb ik meegenomen naar Amsterdam. En ik heb het daar geëxposeerd. En onze minister van gevolmachtigd minister, die kwam het over, dat het Walter Limapo geweest. Ik praat over een periode toen Nederland ongeveer 300 Surinamers had. Allemaal studenten, op vakantie gaan. Niemand die daar woonde. Dus dat was heel weinig. Ik was blij dat mensen daar naartoe kwamen. Ik praat over die 1967, 68. Oké, okay. Mooi lang geleden. En tot mijn stomme verbazing was de reactie wat ik niet dacht. Paul, is dit India? Ik zei, hoezo? Zijn mijn buren? Nee, allemaal Hindustanen. En toen keek ik, ik zei, wat rempel dat al die 20 schilderijen wat ik maak, allemaal Hindustanen. Families, huis en zo. Ik heb een deel hier op Posca. En ik was begon zelf te lachen. Ik zei, wat rempel? Maar mijn buren zijn Hindustanen en boeren, dus ik heb ze geschilderd. Ja, ja. En als ik deze vraag mag beantwoorden, mijn eerste expositie was een solo-expositie in 2006. Het heette Ordinary People. Het was in Suriname, in gebouw 9, aan de Fort Zeelandia weg. En ja, de reacties van het publiek, die kan ik me niet heugen. Ik weet wel dat die expositie uitverkocht was. Dat alleen. De reacties staan wel in het... Had je gastenboek? Gastenboek. In het gastenboek staan de reacties nog. Dus die kan ik altijd weer... Maar het was wel positief. Goed, en zo. Dat moedigde me dan ook aan altijd om verder te gaan. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.